Beste mensen, goede avond. Welkom bij de vierde Alp Talk. Ik ben Dick Zinnigen en ik ben chef de mission en ik ben vandaag opnieuw inleider voor deze Alp Talk. In je voorbereidingen voor Alp Dues, daar helpen we je graag bij. We helpen je graag om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te komen. De afgelopen keer hebben we zo bijvoorbeeld voor de fietsers, maar ook voor de lopers verteld hoe je je zo goed mogelijk kan voorbereiden. En een heel ander, maar ook heel belangrijk onderdeel daarvan in die voorbereiding is je voeding. Hoe kom je zo goed mogelijk voorbereid, ook als het gaat over het gebruik van voeding, aan de start? Daar zo meteen een eerste bijdrage van door Maureen. Die gaat als diëtiste wat vertellen over hoe je zo goed mogelijk voorbereid aan de start kan komen als het gaat over voeding. Aansluitend hebben we een verhaal van team deelnemerscoördinatie. Zij zijn eigenlijk de ingang voor heel veel van jullie naar de organisatie toe. Als er vragen zijn aan de organisatie die je niet kan vinden op de website of op een andere manier beantwoord kan krijgen, dan zijn zij eigenlijk degene die de vraag ontvangen en ook beantwoorden. Want daar zijn ze heel sterk in. Vanavond zitten ze klaar om allereerst te vertellen hoe hun werkzaamheden zijn, wat dingen te vertellen over de kleding die eraan gaat zitten komen. En ook om vragen te beantwoorden. Dus ik wens jullie een heel onderhoudend uurtje met voeding en met deelnemerscoördinatie. Fijne avond. En ik geef het woord graag aan Maureen. Ik was heel even vergeten mijn geluid aan te zetten. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie zijn aangesloten. We moeten ons natuurlijk een beetje aanpassen aan deze tijden. Maar gelukkig hebben we deze mogelijkheid. Een kleine introductie is al gegeven. Mijn naam is Maureen Krommewierjo. Ik ben diëtiste. Ik werk met name in het zuiden van het land. In Maastricht en omstreken, Heerlen, Kadier en Keer en in Gulpen. In mijn vrije tijd hou ik ontzettend veel van sporten, altijd al gedaan. En de laatste tijd ben ik ook, net als heel veel mensen, verknocht aan triathlon. Mijn eerstvolgende doel is helaas nog niet de Alpe d'Huez, maar wel een halve triathlon in Nieuw-Zeeland. Dus dat is ook een leuke om naar uit te kijken. Maar voor vandaag wil ik graag wat informatie met jullie delen over voeding. En wat net ook al eerder gezegd is, ik ga even mijn scherm met jullie delen, zodat ik de presentatie voor jullie heb. Dan moet ik heel even maken, hem even wat groter. Als het goed is, moeten jullie mijn presentatie nu goed zien. De workshop voeding is voeding is gewoon de basis voor heel veel dingen. Zeker als jullie zometeen die presentatie gaan doen, willen jullie inderdaad ook gewoon goed voorbereid aan de start verschijnen. Maar dat niet alleen, jullie willen ook natuurlijk goed kunnen trainen. En daar is voeding ook belangrijk bij. De workshops voeding die hebben wij verdeeld in drie delen, om het zo maar te zeggen. En vandaag is deel 1. Deel 1 daarbij wil ik het heel kort hebben over wat belangrijk is, hè, de basis. Wat hebben we daarbij nodig aan energie, bronnen eigenlijk. En ik wil daar een paar dingen uitlichten, zoals calcium, wat het belang daarvan is, ijzer en de B-vitamines. De andere workshops, die staat gepland voor 25 februari. Daar wil ik het dan hebben over met name de voorbereiding bij de training. Wat is de rol van koolhydraten? Wat voor verschillende koolhydraten zijn er en hoe worden ze gebruikt? En daarnaast ook wat de rol van vocht is, zeker bij de voorbereiding van de training. En hoe je dat al kan trainen voor de prestatiedag, om het zo maar te zeggen. De laatste workshop die staat voorlopig gepland op 22 april. Daarbij wil ik het hebben over hoe kun je het beste de wedstrijddag doorkomen. Wat is handig om voor te bereiden een week voor de wedstrijd, de dag voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en ook na de wedstrijd, hoe je eigenlijk het beste kan herstellen.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat er in de planning staat. Dus ik zou zeggen, als je interesse hebt voor die andere twee workshops, schrijf dat alvast in je agenda. Als er specifieke vragen zijn, zou ik willen vragen om die ook voor dan te bewaren. En voor vandaag eigenlijk alleen te richten op de basis, hè, de gezonde start, om het zo maar te noemen. Goed, dus even kijken. De basis, hè, een gezond lichaam. We willen gaan trainen voor een prestatie zometeen. En daarvoor willen we eigenlijk sterk genoeg zijn de trainingen te doen, maar ook gewoon sterk genoeg aan de start te staan. Nou, wat hebben we daarbij nodig? Daar hebben we nodig energie. En ons lichaam die haalt onze energie uit voeding. En de belangrijkste energiebronnen, die heb ik hier genoemd, dat zijn koolhydraten, vetten en eiwitten. En daarbij is het ook even belangrijk om te weten waar ze ook echt specifiek voor dienen. Nou, koolhydraten, dat is echt de rol van koolhydraten, echt energie voor ons lichaam. Dat hebben we gewoon nodig voor fysieke inspanning, om het zo maar te zeggen. Vetten is ook een energiebron, maar dat is met name bedoeld voor, tenminste de rol van vetten is met name bedoeld voor isolatie en bescherming. Dan hebben we eiwitten. Eiwitten is ook een energiebron, maar de belangrijkste rol van eiwitten, eiwitten zijn gewoon bouwstenen voor ons lichaam. Die zorgen voor herstel, die zorgen voor onze spieren, opbouw van de cellen, ons zenuwstellen en het maken van afweerstoffen. En als tot slot hebben we vitamines en mineralen. En dat zijn regelstoffen en die zorgen ervoor dat bepaalde processen in ons lichaam eigenlijk het beste, hoe het beste te functioneren eigenlijk. Wat ik eigenlijk ook de informatie erbij heb gezet zijn de vertaling van de energie in calorieën. Zoals je ziet, koolhydraten die hebben 4 kilocalorieën per gram. Vetten bestaat uit 9 kilocalorieën per gram. En eiwitten bestaan ook uit 4 kilocalorieën per gram. Dat is eigenlijk dus de vertaling van de energie richting onze energiebronnen. Onderin zie je ook alcohol. Dat is geen energiebron. Misschien voor daarna. Maar ik dacht voor de volledigheid en gewoon even de informatie om dat ook even erbij te vermelden. Want die vraag die krijg ik toch nog wel met regelmaat van oké, hoe zit het dan met alcohol en wat is het verschil tussen gewoon bier en alcoholvrij bier om het zomaar te noemen. Dus dat heb ik er hier even de informatie bij vermeld. Goed, dat voor zover. Mochten er vragen zijn trouwens, die kun je stellen. Ik heb een heel fijn team achter mij die kan zien of vragen tussendoor gesteld kunnen worden. En anders kan het eventueel ook na de presentatie gesteld worden. Dus stel je vragen gerust, zou ik zeggen. Goed, dan gaan we naar de volgende slide. Nou, waar ik dus inderdaad, wat ik al zei, ik wil een paar dingen eruit lichten. En dat is onder andere calcium. Calcium is, zoals jullie weten, belangrijk voor botten. Ja? Kijk, zometeen ga je natuurlijk hardlopen of je gaat fietsen of je gaat wandelen. Dan wil je zorgen dat je gestel gezond is. En daar heb je calcium voor nodig. Calcium, waar zorgt calcium verder ook nog voor? Hè, voor onze zenuwen, onze spieren, hè, die gaan we zometeen volop inzetten. Maar het is ook een transportmiddel voor natrium en kalium en magnesium. Daar is calcium ook goed voor. En zeker hoe ouder we worden, hoe belangrijker het is zometeen voor botontkalking of osteoporose, zoals het ook wel genoemd. Wat wel fijn is om te weten is, als je iemand bent die aan hardlopen of aan wandelen doet, dan doe je daar goed aan, omdat dat zorgt dat, omdat elke keer dat je de klappen geeft, om het zo maar te zeggen, hè, bij hardlopen vooral, maar ook bij wandelen, zorg je eigenlijk voor dat elke keer als je een klap geeft, dat je eigenlijk de botten versterkt. Dus als je zegt van oké, hoe kan ik eigenlijk een gezonde botten krijgen of sterke botten krijgen, dan is het eigenlijk een beetje die druk zetten op de botten door te gaan wandelen of eigenlijk door te gaan hardlopen. Fietsen daarentegen, dat helpt niet zo heel erg tegen sterke botten. En daarbij is ook de laatste onderzoeken, wat ook steeds vaker wordt gedaan, en zeker wielrenners, wordt ook gezegd van oké, als je dat wil behouden, dat ze hardlopen bij hun training moeten betrekken. Goed, even kijken. Als we kijken naar de bronnen van calcium, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, hè? Melk, melkproducten, kaas. Maar ook groenten, noten en pulvruchten zijn ook hele belangrijke bronnen van calcium.
Wat goed is om te weten is, en de meeste mensen weten dat misschien ook wel, is dat vitamine D belangrijk is of nodig is om calcium uit de voeding in het lichaam op te nemen. En met vitamine D moet je natuurlijk denken aan zonlicht, hè, dat weten de meeste mensen. Maar ook vette vissen en wat lagere gehaltes in vlees en eieren. En de reden dat vitamine D aan halfrine en margarine wordt toegevoegd, is omdat we natuurlijk in de wintermaanden niet zoveel zon hebben. Dus om toch te zorgen dat de bevolking, om het zo maar te zeggen, voldoende vitamine D binnenkrijgt, is dat de reden dat het toegevoegd is aan halfrines en margarines. Dat is eigenlijk de reden. Dus op die manier krijg je in de wintermaanden toch wel iets van vitamine D binnen. Ondanks dat we niet zoveel zon hebben en als we zon hebben, dat die eigenlijk minder sterk is dan in de zomer. Goed, dan gaan we naar het volgende, dat is ijzer. Nou, ijzer is natuurlijk met name belangrijk voor vervoer van zuurstof. Hè. De rode bloedcellen zijn heel belangrijk. Goed is misschien om te weten is dat het in twee vormen voorkomt. Je hebt zeg maar de dierlijke vorm, die noemen we heemijzer. En we hebben de plantaardige vorm. Dat noemen we een non-heemijzer. En je ziet waar met dierlijke producten waar het in voorkomt. Vlees, vis, kip, rund. En in plantaardig producten, met name volkorenproducten. Nou, die pulvruchten komen weer terug. Noten. Beter bekend zijn natuurlijk de donkergroene groenten. Spinazie, maar ook boerenkool. Die staat trouwens niet bij, zie ik. Paksoi, andijvie. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste bronnen van heemijzer en non-heemijzer. Dus belangrijk voor rode bloedcellen en vervoeren van zuurstof. Want die heb je zometeen nodig. Zometeen ga je inspannen, je gaat zometeen trainen. Dus je wil zorgen dat je wel voldoende van die stoffen in je lichaam hebt. Zodat je je training daarop kan, hoe zeg je dat, bevorderen om het zo maar te zeggen. Goed, waar zit vitamine C in? Onder andere natuurlijk in fruit. Maar er zit bijvoorbeeld ook in aardappelen, wat heel veel mensen misschien niet weten. En groenten natuurlijk, citrusfruit, kiwis, bessen, aardbeien. Ja? Dus wat vaak gezegd wordt als je, of geadviseerd wordt, als je wil dat ijzer beter wordt opgenomen in je lichaam, zorg er dan voor dat je bij je maaltijden dus iets van groente of fruit neemt. Want dan wordt ijzer beter opgenomen door je lichaam, wat alleen natuurlijk beter is, zou ik zeggen. Goed, dan wil ik het hebben over B-vitamines. Ook B-vitamines zijn heel erg belangrijk. Hè? We hadden het net gehad over die regelstoffen. Nou, dit is dus zo'n regelstof die ervoor zorgt dat de energie die we binnenkrijgen via die belangrijkste bronnen, die is de koolhydraten, vet en eiwitten, dat het wordt omgezet in, om het zo maar te zeggen, bruikbare energie. Hè? Zoals je ziet hebben we verschillende B-vitamines, thiamine, riboflavine, niacine, pantoteenzuur en biotine. En onder zie je waar dit allemaal in voorkomt. Dus als je het hebt over wat is het nou gezonde voeding, dan zie je dus dat het echt gaat om een variatie van gewoon de gezonde basis. Dus heel veel producten, als je die te veel weglaat, dan kan je op den duur, dan heb je wel over een lange termijn hoor, kan je dus wel tekorten opbouwen. Dus aardappelen zijn helemaal niet slecht. Brood is ook niet slecht. Die hebben dus goede voedingsstoffen die belangrijk zijn voor de stofwisseling. En voor de energie die je nodig hebt. Niet alleen om gewoon te kunnen wandelen en lopen of boodschappen te doen. Maar dus bijvoorbeeld dus ook zometeen om die inspanning te gaan verrichten. Om te gaan trainen voor dit evenement. Dus eieren, volkorenproducten, die noten komen elke keer weer terug. En ga zo maar door. Dus dat is heel belangrijk voor die B-vitamines. Hier heb je dus inderdaad een goed voorbeeld van hoe het zit met die regelstoffen die dus belangrijk zijn. Ja? Even kijken, dan wil ik het, dus dan hebben we eigenlijk de, ja voor mij zeg ik denk ik de drie belangrijkste dingen gehad, hè? De calcium, ijzer en de B-vitamines. Ik zie een handje, dat betekent dat er een vraag is of, nee? Oké, heel goed. Dan gaan we verder. De volgende, ja, de schijf van 5, wie heeft er niet van gehoord, zou ik zeggen. De schijf 5 is een vertaling van het voedingscentrum de richtlijnen gezonde voeding van de Gezondheidsraad. En die hebben voortschrijdend inzicht, nieuwe onderzoeken
gekeken van oké, waar kunnen we onze bevolking het beste in adviseren als we het hebben over gezonde voeding. Op gebied van groente, fruit, graanproducten, vocht en natuurlijk vis, vlees, noten en zuivel. Ik begrijp dat jullie dit niet kunnen lezen, dat is ook niet leesbaar. Ik heb het even kort voor jullie wat uitvergroot. En dan beginnen we eigenlijk met groente en fruit. Als je het hebt over groente, eigenlijk is daarin bijna alles getolereerd. Het enige waar je misschien iets extra's op moet letten is als je uit pot of uit blik neemt. Zoals je ziet in het eerste rondje is dat je even moet letten op of er nog zout of suiker is toegevoegd. Maar vers of diepvries, dat is eigenlijk allemaal prima. En als je kijkt naar fruit, geldt eigenlijk ook hetzelfde. Vers fruit, voorgesneden fruit of op de diepvries. Je kan ze eigenlijk allemaal gebruiken. Een aandachtspunt voor fruit is als je het hebt over gedroogd fruit, dat je daarbij ook kijkt dat ook daar ook geen toegevoegde of geen suiker aan toe is gevoegd. Kijk, fruit heeft natuurlijk van zichzelf al fruitsuiker, dus dat is alleen maar prima. Maar als je er ook nog iets koopt waarbij nog extra suiker aan toegevoegd is, dan zit je weer net iets te hoog in je suikerinname, om het zo maar te zeggen. Ja? Even kijken, dan hebben we vis, peulvruchten, vlees en eieren. Nou, eieren die kun je 2 tot 3 keer in de week, die passen in een gezonde voeding. Iets meer mag ook, dan denk ik bijvoorbeeld meer aan de vegetariërs onder ons. Wat misschien ook goed is om te weten is dat vroeger was het met name het idee van niet te veel eieren eten, want het is slecht voor je cholesterol. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Het onderzoek is gebleken dat cholesterol vooral veroorzaakt wordt door verzadigde vetten. En bij verzadigde vetten moet je bijvoorbeeld denken aan, dat staat aan de rechterkant, smeer- en bereidingsvetten, de harde vetten. Dus dan moet je denken aan echte boter, aan kokosvet, dingen die op kamertemperatuur hard zijn. Daar zitten met name de verzadigde vetten in. En dat is ook de reden waarom geadviseerd wordt om vloeibare vetten te gebruiken als je iets bereidt. En dan moet je denken aan vloeibare bak en braad, olijfolie, zonnebloemolie. Dat zijn eigenlijk de gezondere vetten. Ja? Als je kijkt naar zuivel, dan denken we met name natuurlijk aan de naturel versie. Gewoon de gewone normale yoghurt of kwark. Het liefst half vol of mager. Als je kijkt naar de noten, dan is het advies om ongezouten noten te nemen. En kijk met de noten wel uit met hoeveel noten je neemt. Er zitten natuurlijk wel de goede vetten in. Er zitten de eiwitten in, zitten de vezels in. Dat is allemaal heel erg fijn. Alleen vet is vet. En vet is 9 calorieën per gram. En zometeen laat ik ook een overzicht zien wat eigenlijk het advies is voor noten op een dag. En wat ook misschien goed is om te weten is dat pindas niet vallen onder de noten. En waarom niet? Omdat pindas vallen eigenlijk onder de peulvruchten. En dat is de reden waarom als we het hebben over noten, dan hebben we het over cashewnoten, amandelen, walnoten, dat soort dingen. Die vallen dus onder de noten. Ja? Maureen, mag ik jou heel even onderbreken? Want er komen toch nog wel wat vragen binnen. Ja. Is het verstandig bijvoorbeeld om kort voor de training extra te eten? Denk dan bijvoorbeeld aan pasta's of zo. Ja, dat hangt er vanaf hoe je training eruit ziet. Maar dat zou ik dus graag wel in mijn volgende sessie willen hebben. Daar ga ik het over hebben. Dit is eigenlijk gewoon nu de basis van oké, wat is gezonde voeding? In de volgende workshop ga ik het echt hebben over koolhydraten, hoe werkt dat en hoe ver van tevoren. En heel eenvoudig, even nu een snel antwoord als je het hebt over training. Het hangt er een beetje vanaf hoe je er zelf op reageert. Sommige mensen kunnen in principe, die hebben wat energie nodig. Je hebt sowieso energie nodig om energie te kunnen verbranden, om een training te kunnen doen. Hè? Maar het hangt heel erg van je intensiteit af. Als jij bijvoorbeeld een hele lange duurtraining gaat doen, dan moet je zeker zorgen natuurlijk dat je wel wat energie, wat koolhydraten in je lichaam hebt. Als jij bijvoorbeeld iemand bent die 's ochtends vroeg traint, dan heb je eigenlijk voldoende, om het zo maar te zeggen, glycogeen in je lichaam, waarbij je toch nog iets van een half uur, drie kwartier een training kan doen. Dus het hangt er een beetje van af eigenlijk. Dus
Dus vandaar het is niet een antwoord, maar je hebt wat nodig. Maar het hangt er vanaf wat voor inspanning je gaat plegen, wat voor type training, zeg maar. Dus ik hoop dat het iets duidelijker is nu. Nog andere vragen? Ja, hoeveel calorieën moet je per dag eten? Het voedingscentrum geeft 2500 calorieën aan voor een man. Ja. De WHO geeft weer minder aan, namelijk 1600. Ja. Moet je het zelf berekenen of zijn er andere manieren? Ja, daar ga ik het zo meteen over hebben. Ik heb zo meteen een overzicht wat de aanbevelingen zijn per dag. En op dit moment praat ik eigenlijk liever niet over calorieën. Waarom niet? Omdat je net ook gezien hebt, het hangt vanaf waar je calorieën vandaan haalt. Kijk, calorieën haal je uit koolhydraten, vet en eiwitten. En dan kan je wel zeggen, ik heb 1500 calorieën voor nodig. Maar je kan ook 1500 calorieën alleen maar uit vetrijke producten halen. Dan kom je ook aan je 1500 calorieën. Dus als je het hebt over gezonde voeding, waar het eigenlijk over in deze workshop over gaat. Dan gaat het met name over volwaardige voeding. Dus uit alle productgroepen wat. En zometeen laat ik een overzicht zien van, als je bij bepaalde groepen, als je het hebt over groenten. Wat zijn dan de adviezen met betrekking tot hoeveelheden, maar daar kom ik zo meteen op. Ik heb op een heel mooi lijstje staan. Ja? Goed. Ik begrijp dat ik verder kan. Ja? Oké. Even kijken, hier waren we gebleven, graanproducten en aardappelen. Nou, het advies is inderdaad, de volkoren producten, heeft te maken met vezels. Vezels zijn heel belangrijk voor verschillende processen in ons lichaam. Denk bijvoorbeeld natuurlijk aan verbetering van je stoelgang, maar ook verbeteren van je darmbacteriën. Doordat je vezels eet, raak je ook sneller gevuld. Maar ook een heel belangrijk iets is dat vezels zorgen dat je cholesterol lager blijft. Dus ook vezels zijn een belangrijke middel, om het zo maar te zeggen, als je een hoog cholesterol hebt, dat je voldoende vezels inneemt. En vezels, als je het hebt over volkoren, wat betekent nou volkoren? Dat betekent in principe dat de hele koren gebruikt wordt. En we hebben natuurlijk verschillende granen, dus denk maar aan tarwe, denk aan spelt. Dus dat zijn allemaal verschillende granen. Maar als de volkoren gebruikt is, betekent dus dat ze de hele korrel en daarmee ook de vezels gebruikt hebben. En daar gaat het met name bij de graanproducten om. Ja? Goed, dan hadden we het net over hoe zit het dan? Dit is het volgende plaatje. Hoe zit het dan met de hoeveelheden? Dit is eigenlijk waar ik het over heb gehad. Of waar ik het net over had. Ik maak jou even wat kleiner, want je... dit zijn de aanbevolen dagelijks hoeveelheden voor vrouwen vanaf 19 jaar. En zoals je ziet, zie je in de linkerkolom zie je die productgroepen terug. Dus je ziet de groenten, je ziet fruit, de boterhammen, de volkoren graanproducten, de noten, de zuivel, kaas, smeer- en bereidingsvetten en vocht. En dan zie je de kolommen qua leeftijd. In welke leeftijdscategorie heb je wat van hoeveel nodig? Nou, wat opvalt misschien over het algemeen is voor elke leeftijdscategorie, je ziet dat het erzelfde uit. Waar je een verschil in ziet is met name in de porties zuivel. Waar ik het net over had, zuivel heeft te maken met calcium, sterke botten. Hoe ouder we worden, botontkalking zorgt ervoor dat je dus, zoals je ziet die porties zie je dus omhoog gaan. Is het dus belangrijk dat je voldoende zuivel binnenkrijgt in de vorm van yoghurt, kwark, melk, dat soort zaken. Maar laat ik anders even één voor één daar doorheen gaan. Dat maakt het misschien wat duidelijker. Kijk, dan heb je hier de getallen die hier staan. Dat zijn natuurlijk de hoeveelheden. Dus je ziet bij de eerste zie je gram groente. Wordt geadviseerd 250 gram groente per dag. En het is even goed om te weten dat deze overzichten, dat geeft met name aan wat je dus per dag mag hebben. Dus het betekent niet... Of het hoeft niet te betekenen dat je die 250 gram groenten in één keer hoeft te eten. Bij bijvoorbeeld de warme maaltijd. Als jij bijvoorbeeld denkt van ik ga lekker lunchen met een groenteomelet. Of ik maak lekker een groentesoep. Dan mag je dat van die 250 afhalen, om het zo maar te zeggen. Dus hoe je die hoeveelheden die hierbij staan, hoe je dat verdeelt over de dag. Dat mag je helemaal zelf weten. Dus ik noem wat, je hebt dat 50 groenten misschien met de lunch. Misschien 50 gram groenten ongeveer tussendoor. Nou, dan hou je ongeveer 150 groenten nog over die je misschien in de avond dan kan eten. Ja? Dus op die manier mag je het eigenlijk verdelen. Wat ook goed is om te weten is dat de hoeveelheden die hierop staan, dat zijn eigenlijk de maximale hoeveelheden. Minder mag,
Maar als je het hebt over wat is nodig, zeg maar, om aan voedingsstoffen binnen te krijgen, dan zijn dit de maximale aantallen. Meer heb je in principe niet nodig. Tenzij je natuurlijk wel ziekte gerelateerd is, dan kan het misschien zijn dat je hier en daar misschien nog wat extra voedingsstoffen nodig hebt. Maar voor de gewone mens, om het zo maar te zeggen, en we willen zorgen dat we aan de juiste voedingsstoffen komen, dan heb je eigenlijk aan deze hoeveelheden voldoende. Wat dit ook zegt, is eigenlijk als je ervoor kan zorgen dat je dit op dagelijkse basis ongeveer in kan nemen, dan kun je over een langere periode kun je er zeker van zijn dat je lichaam op den duur de juiste verhoudingen voedingsstoffen binnen heeft, hè, in je lichaam. Goed, de gram groente. 250 gram groente wordt voor de meeste mensen geadviseerd. 2 porties fruit en dan moet je denken aan 2 stuks fruit of 200 gram los fruit. En dan moet je denken aan, los fruit is, wat is het, aardbeien, druiven, hè? Dat is los fruit. Je mag ook diepvriesfruit gebruiken, wat net ook gezegd werd, net als groente. En bij groente en fruit is het advies om die lekker veel te variëren. En waarom? In de ene groente en in de ene fruit zit weer een andere verhouding aan vitamines en mineralen. En als je daar niet zoveel mogelijk varieert, dan krijg je, hè, door het gemiddelde, zeg maar, krijg je eigenlijk alle voedingsstoffen wel voldoende binnen. Dan hebben we het over bruine of volkoren boterhammen. Hè. Er staat, ik ga even uit van de eerste kolom trouwens. Er staat 4 tot 5 sneden boterhammen. Dat mag je zelf weten hoeveel je daarvan wil hebben. Afhankelijk natuurlijk van je intensiteit, je inspanning op de dag. Kijk, als je een drukke baan hebt, om het zo maar te zeggen, je bent heel fysiek bezig, dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat je wel koolhydraten binnenkrijgt om die fysieke inspanning te kunnen leveren. Als je een zittende beroep hebt, waarbij je eigenlijk weinig doet overdag, dan heb je eigenlijk niet zoveel koolhydraten nodig. Tenzij je natuurlijk aan het eind van de dag naar je werk gaat trainen, dan is het wel even belangrijk, hè? Volgens mij was net die vraag ook gesteld, is het dan handig? Dan kan het handig zijn om wel even wat energie binnen te krijgen via je koolhydraten. Want je koolhydraten die heb je nodig en die zorgen ervoor dat je die energie ook kan leveren in de inspanning van je training. Dan hebben we over opscheplepels, volkoren graanproducten. Dan heb je het over volkoren pasta, wat de meeste mensen trouwens niet erg lekker vinden, maar het is wel een betere keuze. Zilvervliesrijst en aardappelen. En met zilvervliesrijst is misschien wel goed op te merken, let even op de etiketten. Op de achterkant, als er per gram vezels, hoeveel vezels er per 100 gram in zitten. Advies is 6 gram per 100 gram vezels. Bekend is van Lassie, die heeft maar 3 gram vezels per 100 gram. Dat is net iets te weinig, zou ik zeggen. Dus je hebt meer aan om een variant te kiezen waar 6 gram vezels per 100 gram in zitten. Ja, en dan nog even opscheplepels. Wat ze bedoelen met opscheplepels is, een opscheplepel gaan ze uit, dat is 50 gram. En wat mij betreft hoef je dat niet helemaal echt af te wegen, maar dan weet je in ieder geval wat ze bedoelen met een opscheplepel. Die porties die sla ik even over, dan kom ik zo meteen terug op de volgende slide. En ik zie trouwens dat ik nog maar 3 minuten heb, dus ik zit heel even, kan iemand mij een seintje geven dat ik anders even op moet schieten? Dat gaat mij lukken hoor, daar niet van. Maar dan moet ik even rekening mee houden. Dan zuivel. Zuivel heb ik het net ook over gehad. Dat is dus de naturel versie. En met een portie, daar bedoelen ze 150 gram. En zoals je ziet, 150 gram is best veel hoe ouder je wordt. Dus dan zit je dus toch op die 300, 450 gram per dag. Dat is best fors. Dat hoeft niet, hè, wat ik al zei, het zijn maximale. Je hoeft niet het maximale te halen. Maar dan weet je in ieder geval dat je die hoeveelheid wel mag op een dag. Wat zuivel betreft, hè, zuivel zit natuurlijk die eiwitten in. Als je denkt, ik heb toch nog een beetje trek of ik wil na de training mijn eiwitten, hè, mijn spieren weer herstellen. Dan zijn die eiwitten natuurlijk wel belangrijk. En dan is het wel heel makkelijk om dan een bakje yoghurt of een bakje kwark te nemen. Dat je op die manier weer je spieren eigenlijk herstelt. Dan hebben we over kaas, 40 gram. Daarbij is het advies, let op die vetten, hè, want kaas zit hoog in de vetten. En weet niet of iedereen dat weet, hoe hoger het getal op de kaas, hè, dus dan zie je die 48 plus kaas of de 30 plus kaas, dat geeft aan hoeveel vetten erin zitten. Dus eigenlijk hoe hoger het getal, hoe hoger de vetten.
Dus als je 20 plus kaas neemt, vergelijk het anders eens in de supermarkt, 20 plus en 48 plus kaas, daar zie je een heel hoog verschil in vetten. En kijk dan ook eens naar die verzadigde vetten, hè, zeker voor mensen die op hun cholesterol moeten letten. Dat kan een hele belangrijke indicatie zijn. Dan hebben we het over smeer- en bereidingsvetten. Ik had het net ook al een beetje gehad. Gebruik met name vloeibare oliën, vloeibare bak en braad. Dat is de betere keuze. En dan heb je het over vocht, 1,5 liter tot 2 liter vocht per dag. En dan heb ik het ook echt over vocht. En met vocht moet je echt denken aan alles waar vocht in zit. Dus het advies is gewoon water, thee en koffie, zwart, hè, dus zonder melk en suiker. Maar ook bijvoorbeeld een soepje tussendoor, dat is ook vocht. Dus die mag je er gewoon bij optellen. Dus het betekent, die 1,5 liter tot 2 betekent niet alleen water, zoals heel veel mensen denken. Dus op die manier. Ja? Dan heb ik nog één slide te goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment door mijn tijd heen ben. Dus ik wil heel even kijken of ik nog één minuutje van mijn collega's van de volgende kan hebben. Ja, ik hoor een ja. Dus ik ga nog heel even terug naar mijn presentatie. Even kijken, dan moet ik hem weer even groot maken. Dan heb ik hier de hoeveelheden op wekelijkse basis. En op wekelijkse basis geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. De hoeveelheden geven de maximale aan. Dan heb je het advies om één keer in de week iets van vis te eten, het liefst vette vis. Dan zit je natuurlijk met je omega-3 vetzuren, je vitamine D, hè, waar we het net over gehad hebben. En vette vis moet je denken aan zalm, aan haring, aan makreel. Hè, dat is de vette vis. Maar je mag ook vaker vis nemen, neem dan liever wit vis. Dan heb je het over pangasius, hè, dat soort vissoorten. Dat is dan de witte vis. Dan heb ik over pulvruchten. Nou, pulvruchten, dan moet je echt denken aan linzen, kikkererwten, witte bonen, bruine bonen, kapucijners. Dat valt onder de pulvruchten. En dat is ook 2 tot 3 opscheplepels in de week. Dus dan kan je bijvoorbeeld een keertje een linzensalade maken bijvoorbeeld. Hartstikke goed voor je eiwitten trouwens ook. En de koolhydraten. En veel voor mensen die vegetarisch eten, die gebruiken vaak pulvruchten natuurlijk. Dan gram vlees, dan heb je het met name over rood vlees. En dat wordt gemaximeerd tot 500 gram in de week. En dat is voor sommige mensen een beetje schrikken soms. Maar de reden daarvan is dat bewezen is dat als we te veel rood vlees eten, dat consequenties heeft voor ons hart en ons vaten. Dus vandaar dat ook veel meer geadviseerd wordt om wat vaker een keer vegetarisch te eten. Of inderdaad af en toe een keertje vis. Zodat je dat een beetje over de week kan verdelen. En tot slot, dan heb je de eieren, 2 tot 3 eieren in de week. En wat ik net al eerder zei, iets meer eieren mag, zeker als je het hebt over vegetariërs. 4 tot 5 eieren is op zich geen probleem. Daarbij is het, hè, met deze slide en met de vorige slide gaat het erom, als je, kijk of dat, ook de vorige slide kan ik niet ervoor halen. Ik kan alleen naar, hier toch wel. Kijk, de dagelijkse, het gaat er met name om als je dit gemiddeld dagelijks tot je kan nemen en gemiddeld over een langere periode, dan gaat het lichaam zich herstellen en krijgt hij de goede voedingsstoffen binnen. En dit is wekelijks. Dus als het lukt dat dit je basis wordt, dan heb je al grote stappen gemaakt om te zorgen dat je lichaam sterker wordt, om het zo maar te zeggen, en de voldoende en de juiste energie heeft om je activiteiten uit te kunnen voeren in de training, maar ook in de prestatie. En hetzelfde heb ik hier ook, maar hebben we geen tijd voor, maar misschien kunnen slides gedeeld worden. Dat is namelijk voor mannen, dat is niet heel veel verschil. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, maar voor mannen zijn er heel, zie je, zoals die boterhammen zijn natuurlijk wat groot, voor mannen hebben wat meer energie nodig. En dit geldt ook voor mannen voor de week. En dan ben ik tot mijn laatste slide gekomen eigenlijk. En dan wil ik hierbij jullie bedanken voor jullie aandacht. En bedankt voor mijn collega's dat ik iets uit mocht wijden met mijn presentatie. Goed. Kan ik nu doorgaan om te verwijzen dat dit overgenomen nu wordt door de deelnemerscoördinatie? Heel erg goed. Dan wil ik jullie allemaal bedanken. En mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag achteraf en wordt het eventueel nog naar jullie toegestuurd. Nog een fijne avond. Dankjewel, Maureen, voor je presentatie over voeding. Goedenavond.
Ik ga jullie meenemen naar wat wij doen als deelnemerscoördinatie. De meeste van jullie kennen ons wel van de mailbox, waar wij vragen van deelnemers, maar ook van donateurs beantwoorden. Maar door jullie mee te nemen in het verhaal wat wij allemaal doen, kunnen we misschien al wat van die vragen die jullie zijn al beantwoorden. En als je ze dan toch nog hebt, kun je ze stellen in de chat en dan gaan we ze gewoon beantwoorden. Ik ga jullie even mijn presentatie delen. Ja. Nou, wie zijn wij? Eerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Niels Houthuizen, zelf deelnemer sinds 2013. Sinds november 2014 ben ik vrijwilliger. Dat is bij het team deelnemerscoördinatie. En sinds oktober 2017 ben ik clustercoördinator deelnemers. Op de achtergrond is Willem van Leeuwen. De meeste mensen die wel eens een mailtje naar ons verstuurd kennen wel. Dus hij is teamleider bij deelnemerscoördinatie. En hij zal vanavond jullie vragen beantwoorden in de chat. Willem deed voor het eerst mee in 2015 en is sinds juli 2017 vrijwilliger bij de ALP. Cluster deelnemers bestaat uit Team Lopers. Team Lopers heeft 2 weken geleden of 3 weken geleden een presentatie gedaan. We hebben ook nog Team Alpe d'Huzus, het evenement wat normaal op de woensdag plaatsvindt, waar de vrijwilligers en familieleden aan meedoen. En Team Deelnemerscoördinatie. Nou, Team Deelnemerscoördinatie, zoals wij onszelf altijd noemen, zijn de appeltjes groene. Die zijn altijd te herkennen op deelnemersdagen en in Frankrijk aan onze groene polo's. Wij zijn Anja, Celine, Gerda, Hiske, Jan, Kees, Kim, Klazien, Laura, Mariska, Niels, Rob en Willem. Een deel van ons beantwoordt de vragen. Het bekende mailadres is deelnemers@alpduzes.nl. Wij beantwoorden jullie vragen 365 dagen per jaar. En een aantal van ons zitten in die mailbox en een aantal doen andere taken. Wat doen we nog meer? Want de mailbox is wel een groot deel van ons werk wat wij doen. Maar wij beheren ook de actiepagina's. Waar je als deelnemer, op het moment dat je je ingeschreven hebt, je fondsen kan werven. We beheren ook de onder 18 verklaringen. Dus deelnemers onder de 18 moeten een verklaring hebben van hun ouders dat zij mee mogen doen. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Wat we ook doen is, we ontwerpen de kleding in samenwerking met onze kledingleverancier BioRacer. Die komen altijd met een mooi ontwerp en dan kunnen we altijd wat opmerkingen over maken. En dan komen we altijd tot een mooie kleding voor de edities. Tijdens de eerste deelnemersdag doen wij ook het kledingpassen. Waar we dan alle deelnemers die voor alle soorten kleding die wij allemaal hebben, alle maten hebben liggen. Waar dus dan die deelnemers dat kunnen passen. Nou, een deel van die kleding gaat dan later naar een zestal winkels door Nederland heen. Waar je, als je dan niet op deelnemersdag bent geweest, dat toch nog kunt passen. Als de kleding gemaakt is, dan moet het natuurlijk nog uitgereikt worden. Normaal sorteren we dat dan. Dan zijn we in het verleden deden we dat met zo'n 40 vrijwilligers. We deden een hele dag over om alles bij elkaar te verzamelen. Met onze nieuwe leverancier BioRacer doen zij dat grotendeels al voor ons. Wat we dan nog wel doen is het uitreiken. En afgelopen jaar hebben we dat op een hele speciale manier natuurlijk gedaan. Dat hebben we toen met de drive-thru in Culemborg gedaan. Vanwege corona moesten we natuurlijk iets anders bedenken dan hoe we het normaal zouden doen. Nou, dat was volgens ons wel een erg geslaagd methode om dat te doen. We hadden mooi weer, dus dat was kwam helemaal goed uit. En wat we ook nog doen zijn de startnummers. Die reiken wij normaal uit in Frankrijk. Iedere deelnemer heeft een startbordje waaraan de tijdregistratie hangt. En dan kunnen deelnemers zichzelf, maar ook mensen thuis, kunnen zich kunnen je volgen van waar jij op de berg bent. We hebben dan wat registratiepunten op de berg, bij de start en bij finish. En dan kun je zien waar mensen op de berg zijn.
Dan heb ik ook nog wat feitjes over deze editie. Want op de 6 is natuurlijk begonnen als een fietsevenement. Maar op de 6 is ondertussen ook wel een wandel- en loop-event geworden. Bij de 6 is er ruim dit jaar 62% wat fietst. 34% gaat lopen of wandelen. Er zijn ook een aantal deelnemers die geven aan dat zij beide gaan doen. Dat zijn we ook altijd. En we hebben 5000 deelnemers. Bij de 6 ligt dat die verhouding duidelijk anders. Daar gaan maar 33% mensen fietsen. En 67% gaat lopen. En op dit moment hebben we zo'n 370 deelnemers bij de 6. Van die deelnemers die dit jaar meedoen, doet 67% pas voor de eerste keer mee. Dus eigenlijk, en dat, deze trend zien we al jaren, dat het bij 165% ligt dat deelnemers gewoon voor het eerst meedoen. Nou, 5% van onze deelnemers doen al veel meer mee. Die hebben al 6 of meer keren al meegedaan. Nou, als we kijken van hoeveel beklimmingen gaan we het aankomend jaar doen. Deelnemers hebben opgegeven bij een inschrijving hoeveel vaak ze naar boven gaan. Gaan we wel meer dan 15.000 keer naar boven met de Alp. En dat houdt er ongeveer in dat we 5 keer de aarde rond fietsen met z'n allen. Of lopen, zoals je het maar bekijkt. Oh. Nou, in de mailbox. In 2020 hebben wij ruim 5000 e-mails ontvangen. Die gaan over de deelname van deelnemers, maar ook over van donateurs die iets doneren en daar vragen over hebben. Maar waar vragen vaak over gaan zijn de overnachtingsmogelijkheden die er zijn rondom AlpeDUES en Bourgogne-Zalms. Over de inschrijving, over de kleding, hoe de logos geüpload moeten worden, maar ook over het actieplatform, de website. Hoe donaties zichtbaar zijn, facturen en dat soort dingen. Nou. Actieplatform. Nou, iedereen die inschreven heeft, heeft een actieplatform. Dan kun je persoonlijke motivatie neerzetten waarom je meedoet. Een mooie reden is misschien om die nog eens te overwegen, om die eens te lezen en te denken van hey, misschien ga ik hem eens aanpassen. Dat is natuurlijk nu ook wel een mooi moment voor. De meeste mensen hebben hem al ruim een jaar geleden geschreven om nog eens te kijken van hey, kan ik daar nog een mooier verhaal van maken. Want met zo'n motivatie kun je wel je donaties binnenhalen. Dat is natuurlijk iets ook wat er gebeurt op die actieplatform. En met binnenhalen van die donaties kun je dus ook badges verdienen. En je krijgt een badge bijvoorbeeld als je eerst een donatie hebt ontvangen, bijvoorbeeld 50 keer deelnemer bent. Eentje is of jij je streefbedrag verhoogd hebt. We hebben in de kerstperiode hebben wij een speciale actie gehouden op de website, een actieplatform. Waarbij je kerstballen kon verdienen met het binnenhalen van donaties. Wat je ook met je actieplatform kan doen, is je een bijhouden van een blog. Een blog die kun je ook dan delen via Facebook, Twitter, mail, LinkedIn en tegenwoordig ook via WhatsApp. En ook kunnen mensen jou een persoonlijk bericht sturen. En dat persoonlijke bericht kunnen ze dan via de website doen. Je krijgt daar een mail van. Mensen zien niet jouw e-mail binnen. Zien jouw mail niet. Maar dat gaat gewoon rechtstreeks via de site. Krijg je daar een bericht van. We hebben ook nieuwe dingen op het platform. Sinds vandaag. Dat is echt net voordat we hier begonnen hebben dat bericht gekregen. Is dat de dubbele stand voor donaties op je pagina zichtbaar is. Nog wel een paar wat textuele dingetjes zitten erin, maar we hebben een Engelse website bouwen en ja, het vertalen van Engels naar Nederlands gaat niet helemaal goed. Daar zijn ze mee bezig, dat komt goed. Wat ook nieuw is, is dat je je donaties via WhatsApp kunt binnenkrijgen. Dus je kunt je actiepagina delen via WhatsApp. Dus als je op je mobiel naar opgevingsoptie gaat en naar je actiepagina, kun je je pagina naar iedereen in je adresboek je pagina sturen. En zo kun je ook de donaties binnenhalen. Nu is er ook
Dat horen we heel vaak. Via Facebook kun je een inzamelingsactie houden met je verjaardag. Daar staat er altijd ook bij. Let wel op, dit wordt niet op jouw eigen pagina gedoneerd. Wij krijgen als Alp wel dat geld binnen, maar je krijgt dat niet op je eigen pagina gedoneerd. Wat misschien handig is, als je dat zou doen, is misschien in het verhaal, want je kan er een verhaaltje bij schrijven, is dat je daar de URL van je actiepagina neerzet. Zodat je de mensen in plaats van dat ze via die actie, via die link doneren, dat ze doneren naar, via die link, dat mensen naar je actiepagina gaan. Dan hebben we ook nog natuurlijk de kleding. Een paar weken geleden heeft Dick, of daar heb ik zelfs laten zien, de nieuwe kleding voor 2021. Waar we ook wel eens vragen over krijgen is van, mag ik meedoen in mijn kleding van 2020? Dat is gewoon ja. Kleding van 2020 is gewoon voor, ook voor 2021. Alleen hebben wij bedacht om nog voor 2021 een nieuw shirt te ontwerpen. Waarbij je als deelnemer je logo's overnieuw kan kopen. Nou, die kleding is binnenkort, en ik verwacht dat dat begin volgende week zal zijn, online. Dan kun je die nieuwe shirts bestellen. Maar ook nog steeds de broeken en andere items. Iedere deelnemer krijgt daar gewoon nog weer een mailtje van BioReservoir. Dat kun je met je eigen login kun je dan je kleding bestellen. En het bestellen geldt wel voor dat uiterlijk 14 februari is. Dan krijg je namelijk gepersonaliseerde kleding. Dus dan staat je teamnaam of je individuele naam op, als je individuele deelnemer dan bent. Na 14 februari is het ook mogelijk om kleding te bestellen, maar dan krijg je dus een lege achterkant. En dat bestellen kan zo'n beetje tot half maart dan. Nou, dan hebben we ook nog de logo's. Dat gaat ook weer open, want dat gaat dan ook weer via BioRacer. Dan hebben we die 16 vakjes. Als je logo's vorig jaar hebt ingeleverd en die wilde je er weer op, moet je ze wel weer even overnieuw aanleveren. Want we hebben afgesproken dat we een heel nieuw design voor de achterkant maken voor een deelnemer. Voor ieder logo geldt wel dat er een donatie aan vast moet hangen. 250 euro voor een individuele deelnemer of een team van twee personen. En 500 euro voor een logo voor teams meer dan drie teamleden. Voor de zussen geldt dat er geen logo's gedrukt kunnen worden. Ja, en dat uploaden van die logo's kan ook tot 14 februari. En dat die 14 februari heeft allemaal te maken met dat het zo'n 10 tot 12 weken duurt om al die kleding te maken. En dan zorgt de BioRacer ervoor dat het tijdens de kick-off, die begin mei gepland staat, geleverd wordt. Nou, het uploaden, dat zijn die 16 vakjes. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ik heb even een voorbeeldje erbij gepakt. Je ziet 16 vakjes, daar kun je op klikken. Daar kun je een logo uploaden. Er moet wel een vectorbestand zijn. Nou, dat staat er ook op de website, staat dat allemaal uitgelegd. Maar PDF, AI en EPS formaten zijn de formaten die je kan gebruiken. JPG's kan niet. En ook bestanden hernoemen naar het andere formaat heeft geen zin. Dan worden ze afgekeurd. En dat heeft allemaal te maken met dat JPG's en PNG's, dat zijn eigenlijk blokjes. En als je die gaat vergroten, dan krijg je meer een blokjes logo. En dat is iets wat je juist niet wil hebben. Om te onthouden, als er vragen zijn na deze avond, stuur gewoon een mail naar deelnemers@alpdu6.nl. Wij in onze mailbox zullen jullie vragen beantwoorden. Nou, we zijn er meestal heel snel bij, dus dat gaat goed. Onder de 18 verklaring, dat is eerst een van de eerste dingen die je nog speelt, is mocht je deelnemers in je team hebben die onder de 18 zijn en nog geen verklaring hebben ingeleverd,
kan dat via de verklaring staat op de website. En die kun je dan sturen naar onder de 18@opduzessen.nl. En dat moet eigenlijk 1 maart binnen zijn. De verklaringen die al afgelopen jaar zijn opgestuurd, die hebben we gewoon bewaard. Dus dat hoeft niet nog een keer. En het bestellen en aanleveren van de logo's voor gepersonaliseerde kleding is uiterlijk de datum 14 februari. Zijn er nog vragen? Die vraag is al eerder ook binnengekomen. Ik heb hem ook al even behandeld in de reacties. Maar het gaat vooral even of er al bekend is wanneer er een besluit genomen wordt of Frankrijk doorgaat of dat we kiezen voor de Nederlandse optie. Ja, we hebben dat toevallig straks even over gehad. Zo'n half februari, eind maart verwachten we dat we dat besluit gaan nemen. Ik denk dat je eind februari bedoelt. Of eind februari, sorry. Ja. Eind. Dus voor 1 maart nemen we het besluit, laat het zo zeggen. Voor de rest geen vragen. Oké. Dan heb ik eigenlijk alleen nog maar dat de volgende Alp Talks op 28 januari zijn. En dan zal team sponsorwerving zal wat meer gaan vertellen over het binnenhalen van donaties. En team lopers zal nogmaals nog een presentatie geven. Ik bedank jullie voor jullie aandacht.